Binnenkort kun je op 20 punten in Arnhem een scootmobiel lenen. Het initiatief voor het scootmobielpool, waarmee de gemeente Arnhem onlangs is begonnen, moet uiteindelijk leiden tot 20 uitleenpunten verspreid over de stad. RTV Arnhem sprak met Martien Baar, woordvoerder van de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem heeft een initiatief voor een scootmobielpool. En voor wie is dit bedoeld? Ja, dit is bedoeld voor mensen die slechter been zijn. Dat spreekt voor zich. Voornamelijk ook mensen die tijdelijk slechter been zijn of maar tijdelijk zo'n ding nodig hebben. Dus niet voor mensen die er dag en nacht altijd afhankelijk van zijn, want dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin. Maar als je gewoon af en toe een scootmobiel nodig heeft, ja, dan is dit systeem gewoon ideaal. En hoe lang kunnen ze deze lenen? In principe is nu de afspraak maximaal 1 dag. En nou ja, dat zal in uitzonderlijke gevallen wel over te overleggen zijn. Maar we zijn ook nog bezig. We zijn er net mee gestart. Dus we moeten ook nog dingen uitwerken. Maar nu is het maximaal 1 dag. Maar in principe zouden de mensen dan elke dag terug kunnen komen om de scootmobiel te huren. Is dat de bedoeling? Of? Nee, ja, het is niet eens huren, hè? Het is lenen. Nee, nou ja, dat is in feite niet de bedoeling. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je ergens woont en je woont niet al te groot en je hebt eigenlijk behoefte aan een scootmobiel en je hebt hem bijvoorbeeld, weet ik veel, 1 keer in de maand nodig. Dan is het natuurlijk, als je dan recht hebt op een scootmobiel en je zou er een krijgen, dan moet je daar ook weer stallingsruimte. Dan moet je je huis misschien wel weer aanpassen, omdat hij niet door de deur kan. En je moet hem laten onderhouden en allemaal dat soort dingen. Het is natuurlijk wel heel handig als je hem 1 keer in de maand gewoon ergens kan lenen. Voor dat soort gevallen is eigenlijk dat systeem in het leven geroepen. En waar zouden ze dan terecht kunnen om zo'n scootmobiel te lenen? Nou, we beginnen dicht bij de doelgroep. We beginnen bij de verzorgingshuizen. Een aantal verzorgingshuizen hebben het al en we zijn ook in gesprek met nog meer. Maar we willen eigenlijk het liefst ongeveer 20 van die uitleenpunten in Arnhem hebben. En ja, we denken ook, we zijn ook bijvoorbeeld in de gratis fietsenstalling die nu onder de V&D daar zit. Kun je daar zoiets realiseren? Dat weten we nog niet, maar daar kijken we wel naar. Ja, en het is gratis, maar er zullen altijd wel voorwaarden aan verbonden zijn. Wat zijn de voorwaarden zoal? Ja, nou, een hele logische voorwaarde die ik nu toevallig even uit mijn hoofd weet is dat je moet kunnen omgaan met zo'n ding. Dus je moet daar een test voor doen, want je moet een soort rijvaardigheidstest doen om te kijken, goh, kunnen mensen dat? En je moet wel inderdaad ook slechte been zijn, dus het is niet voor de lol. De andere voorwaarden, eerlijk gezegd, dat kan ik niet uit mijn hoofd, weet ik niet. Maar sommige mensen zijn wat slechter been, maar daar is het niet zo duidelijk aan te zien. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, dan moeten we in overleg met de verzorgingshuizen. We gaan daar niet al te streng mee om, maar dan kijken we per situatie. En de gemeente Arnhem, zijn ze hier vooruitstrevend in of zijn er al veel meer gemeenten die dit initiatief hebben? Ja, nou, we zijn hartstikke vooruitstrevend, want ik heb het nog niet heel veel meegemaakt. Maar ik moet wel toegeven, we hebben het afgekeken en we hebben het afgekeken van de gemeente Almere.